diagnostiek zijn eigenlijk de hulpmogelijkheden die wij hebben om een diagnose precies te bepalen waar heeft iemand nou last van. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een foto die we maken, als iemand, of iemand wel of geen been gebroken heeft, of een MRI-scan of bloedonderzoek. Als je kijkt naar diagnostiek hebben we onderzoek gedaan naar de prijzen die bij diagnostiek horen. En onder andere bij labonderzoek, bloedonderzoek zijn we begonnen. Door internationaal te kijken weten wij nu dat de prijzen in Nederland naar beneden kunnen. Ja, er zijn nu 160 labs in Nederland en als je dat in Nederland ziet, dan is dat eigenlijk genoeg om heel Europa te kunnen bedienen. Dat is best opvallend. Maar we zien ook dat in een heleboel van die labs machines gewoon maar een paar uur per dag, 5 uur per dag worden gebruikt. Nou, als je dat optelt, dan snap je ook dat er nu te veel capaciteit staat. Want als machines stilstaan, ja, dan heb je er meer tegelijk nodig. Door in te zetten op gewoon eerst de kosten, laten we zien dat het goedkoper kan. En betekent dat dat aanbieders nu aan het kijken zijn of ze niet kunnen samenwerken. Misschien wel fuseren. Prikpunt voor de verzekerde, voor de patiënt, blijft echt dezelfde plek. Maar het buisje bloed gaat zometeen iets verder reizen naar een lab wat misschien iets verder weg is. Welkom, wij zijn hier bij het Result Laboratorium, de verzelfstandigde laboratoriumorganisatie van een aantal ziekenhuizen. Hier worden alle analyses gedaan, zowel voor de mensen die in het ziekenhuis liggen, maar ook de laboratoriumonderzoeken voor de mensen die bij de huisarts komen en daar hun bloed laten prikken of hun urine willen laten onderzoeken. En voor de rest ook voor een aantal in verpleeghuizen. Inmiddels, nu we Result Laboratorium zijn en voor meerdere ziekenhuizen werken, zijn wij in staat om eerste lijnsdiagnostiek en tweede lijnsdiagnostiek integraal af te werken. Op het moment dat een patiënt geprikt wordt bij de huisarts, dan is die informatie ook direct beschikbaar voor de specialist, mocht de patiënt doorgestuurd moeten worden. Daarmee voorkom je dubbele diagnostiek. Over deze voorkoming van dubbele diagnostiek en dus het dubbel prikken van patiënten, daarover hebben wij afspraken gemaakt met VGZ in de afgelopen maanden. En dat voeren we hier nu uit. Het centrale laboratorium, zoals wij dat georganiseerd hebben, stelt ons in staat om een heleboel bloedmonsters op één centrale plek tegen hoge kwaliteit en scherpe prijs te kunnen analyseren. Dus u wordt dichtbij geprikt, het bloed gaat hier naartoe, wordt hier geanalyseerd en heeft dezelfde dag bij de meeste onderzoeken nog de uitslag. Als je kijkt naar de totale besparing, dan weten we het eigenlijk nu alleen maar voor de labs. En dat is zo'n 60 miljoen. We kijken nog verder of er nog meer diagnostiek is, bijvoorbeeld foto's die gemaakt worden, of er nog meer mogelijk is. Maar de 60 miljoen die we nu in ieder geval zien, die kunnen wij nu al inzetten voor lagere premie voor onze verzekerden.